Hey, goedemorgen allemaal, fijn dat jullie er zijn. Ik denk voor de meeste van ons dat jullie ook al wel heel lang het gevoel hebben, kerst staat voor de deur. Bij ons op de straat, een paar huizen naast ons, is er zo iemand en die heeft heel haar voortuin volgezet met allerlei soorten ja, kerstgerelateerde lichtjes en lampjes en poppetjes en kerstmannetjes en noem maar op. En Otis vindt dat fantastisch. Ik denk altijd, goh, ja, kerst staat weer voor de deur. En ik weet niet, zijn er hier nog mensen die het liefst van al zoveel mogelijk lampjes en lichtjes en dingetjes zouden zetten in hun huis, voor de deur? En ik denk dat er ook mensen ongetwijfeld zijn die zoiets hebben van, ja, oké dan. Ja, gezellig, ja. Dus ik denk dat er zo'n twee groepen zullen hier wel ongetwijfeld aanwezig zijn. En binnen 2 weken is het zover. Ja, gaan we samen kerst vieren. Mocht je nog twijfelen over wat je gaat doen, de 24e, kom zeker naar hier. Het is leuk om kerst te vieren met familie en vrienden, maar het is ook zo belangrijk om het samen te vieren als kerk. En dat willen we ook samen gaan doen, 24 december. Dus allemaal naar hier komen, breng vrienden, familie mee, buren, collega's, en dan gaan we er een geweldig feest van maken. Vandaag wil ik al een beetje vooruit blikken naar kerst. En ik doe een beetje atypisch vandaag, want we gaan eigenlijk naar een verhaal gaan dat zich afspeelt vlak na het geboorteverhaal van Jezus. Ik wil het vandaag hebben met jullie over een boodschap en die noemt Met eigen ogen. Straks daar meer over. Een tijd geleden heb ik een documentaire gezien over een heel bekende tenniscoach, Richard Williams. Hij is de papa van Serena en Venus Williams. Zijn hier toevallig tennisfanaten, tennisfans in de zaal? Oei, toch sommige mensen die tennis volgen. Oké, fijn. Dus Venus en Serena Williams, super grote sterren binnen de tenniswereld, binnen de vrouwentenniswereld. Maar wat speciaal is aan het verhaal van de twee dochters van Richard Williams, is zij groeiden op in de jaren 80 en de jaren 90 in een heel arme buurt in Californië. Compton noemde het stadje waar zij woonden. En Compton stond toen vooral bekend als een arme stad, arme plaats, waar heel veel bendes waren, heel veel bendegeweld was en waar eigenlijk helemaal geen toekomstperspectief was. Richard Williams, zelf opgegroeid in armoede, die had naar tennis gekeken en die was tot de conclusie gekomen, dat gaan mijn dochters ook kunnen, tegen een balletje slaan. En hij begon zelf zichzelf een beetje tennis te leren en als amateurtennisser begon hij zijn eigen dochters van kleins af aan al training te geven en op te leiden. En hij begon ze in te printen, op een dag gaan jullie de beste in de wereld zijn. Best een raar zicht eigenlijk. Zo, twee meisjes die daar ergens in zo'n verpauperde buurt, vonden ze al met moeite een tennisveld, waren ze de hele dag tegen een balletje aan het slaan. En iedereen moet daar waarschijnlijk gedacht hebben, wat een gekke familie is dat. Iedereen verklaarde eigenlijk Richard Williams gek. Hoezo zou jouw dochters ooit de beste in de wereld kunnen worden? De tennissport was toen ook echt een blanke sport. Er waren eigenlijk heel weinig mensen van een andere achtergrond die het maakten in de tennis. En hoe zouden jullie die totaal niks met tennis hebben ineens de beste in de wereld kunnen worden? Een jaar later, toen de meisjes tieners waren geworden, begonnen ze mee te doen met de grote toernooien en begonnen ze ineens die te winnen. En iedereen stond met zijn mond vol tanden. Niemand snapte het. Hoe kan dat nu dat deze twee dames ineens tennishelden kunnen worden? Natuurlijk, achteraf praten is altijd makkelijk. Ja? Op het einde van het verhaal, als het een succes is en je wint allemaal van die Grand Slam en je bent de nummer 1 in de wereld, dan gaan ze zeggen, ik wist altijd al wel dat ze het zouden halen. Ja, dat is makkelijk. Maar ik vraag me toch af hoe dat moet geweest zijn voor Richard Williams, de papa, toen hij zijn dochters zag bereiken wat hij al van kinds af aan had ingeprent. Jullie gaan op een dag de beste in de wereld worden. Hij had het met zijn eigen ogen zien gebeuren. Wat moet dan niet doen met hem als vader? En ik wil eigenlijk met dezelfde soort intentie gaan kijken naar onze relatie tussen God en ons. Namelijk, zijn we ook met onze eigen ogen aan het zien vandaag wat God aan het doen is, hier en nu? Zien we met onze eigen ogen, zitten we op de eerste rij als het ware om te zien wat is God aan het doen? In ons midden, in ons land, in deze wereld op dit moment. Ik denk heel vaak, kijken mensen precies uit naar ja, wat er komt na dit leven? Dat is misschien vooral waar we naar uitkijken, om dat met onze eigen ogen te gaan zien. Maar zijn we ook met onze eigen ogen hier en nu aan het focussen op wat God aan het doen is, wat God wil gaan doen op dit moment? En daarvoor wil ik met jullie naar een verhaal gaan uit Lucas hoofdstuk 2.
Twee geloofshelden komen in dit verhaal voor die Jezus als baby te zien krijgen. En we gaan eens even lezen wat er gebeurt in het verhaal wanneer Jozef en Maria naar de tempel gaan om Jezus toe te wijden aan God. En dan lezen we Lucas 2 vanaf vers 22. En daar staat er: toen de tijd van hun onreinheid volgens de wet van Mozes ten einde was, brachten ze hem naar Jeruzalem om aan de Heer aan te bieden. Zoals is voorgeschreven in de wet van de Heer. Elke eerstgeboren zoon moet aan de Heer worden toegewijd. Ook wilden ze het offer brengen dat de wet van de Heer voorschrijft. Een koppel tortelduiven of twee jonge gewone duiven. Jozef en Maria gaan vanuit Bethlehem naar Jeruzalem, gaan Jezus daar eigenlijk naar de tempel brengen. En we lezen eigenlijk in vers 1 dat de tijd van de onreinheid achter de rug was. En waarschijnlijk betekent dat dus dat we 40 dagen na de geboorte zitten van Jezus. Want dat was zo ongeveer de periode als vrouw, als je bevallen was, dan moest je eigenlijk een periode afzonderen voor 40 dagen tot je onreinheid af was. En dan zou je je moeten gaan aanbieden bij een priester en zou je een offer moeten brengen. Dus eigenlijk te zeggen, ze deden twee soorten offers. Ze deden langs de ene kant een brandoffer en daarnaast deden ze een zondeoffer. Dat stond zo beschreven in Leviticus volgens de wet van die Mozes had gegeven van God uit. En er staat dan ook in Leviticus dat als je dat zou doen, dan zou je voor het brandoffer een lam moeten voorzien en voor dat zondeoffer een duif. En wat zien we gebeuren in dit verhaal? Ze gaan naar de tempel, ze brengen het offer en we zien Jozef en Maria die brengen hier twee duiven. Twee tortelduiven staat er. Het is niet zo romantisch of zo bedoeld, maar eerder van, ze brengen twee duiven. Eén voor het brandoffer, één voor het zondeoffer. En dat stond ook zo in de wet geschreven. Indien je er niet financieel in slaagt om een lam te voorzien, kostte meer geld natuurlijk dan een duif, dat snappen we wel, dan mocht je ook gewoon gaan voor de optie twee duiven. Ik vind dat een belangrijk detail en ik wil even bij stilstaan. Lucas schrijft dat op en er zit een reden achter, denk ik. Namelijk dat wanneer de Messias voor de allereerste keer in de tempel kwam, was dat geen groots gebeuren. Sterker nog, het was eigenlijk bijna te zeggen een beetje pover. Jozef en Maria beschikten blijkbaar niet over de middelen om een lam te voorzien en een duif. Nee, ze gingen voor de goedkopere optie. Misschien uit noodzaak, we weten het niet zeker, maar ze gingen voor twee duiven. En ik stel me dan voor dat ze daar komen in die tempel en dat dan waarschijnlijk die priesters naar die offers zitten te kijken. Wat zou er dan afgespeeld hebben in hun hoofd? Ah ja, weer zo'n koppel die niet de moeite vindt precies om echt geld te betalen voor God. Die precies niet echt bezig zijn wat God belangrijk vindt. Die zich er misschien goedkoop van willen afmaken door met twee duiven te komen in plaats van met een lam en een duif. Met eigen ogen zagen ze dat gebeuren, maar zij konden met andere woorden niet zien wie die baby zou zijn. Dat het Jezus was, dat hij de Messias zou zijn. Er is niks aan de start van het verhaal waardoor je zou kunnen proeven, zou kunnen voelen, wow, dit is speciaal. Dit spreekt over iets diepers. Dit is niet gewoon een kind. Dit is God die mens is geworden. Heel simpel, heel gewoon, zouden we vandaag zeggen. En ik wil het met jullie een beetje hebben over hoe dat wij vaak met kerst omgaan. En ik zei het daar straks al, sommige mensen die halen echt alles boven met kerst. Ja, die proberen heel hun huis om te vormen tot een soort van lichtshow. En dat is leuk, dat is gezellig misschien wel. Maar ik heb het gevoel soms dat kerst meer is beginnen draaien om verpakking dan om wat de waarde die erachter zit. En ik wil daarvoor even naar een tekst gaan uit Petrus. En Petrus zegt het zo mooi, vind ik. Hij spreekt daarover wat Jezus heeft gedaan. Hij zegt, u weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd, maar met het kostbare bloed van Christus, als dat van een lam zonder smet of gebrek. Petrus probeert onze focus terug te brengen naar, het gaat niet over zilver, goud, het gaat niet over vergankelijke dingen. Dat is niet wat echt waarde heeft. Wat echt van belang is, zegt Petrus, is wat Jezus heeft gedaan. Zijn offer, zijn bloed. Nu, zouden we het ons ook kunnen voorstellen dat mensen die geloven in Jezus, die zijn offer hebben aanvaard, zijn met andere woorden ingesmeerd met zijn bloed. Dat is een beetje een raar idee. Tegelijkertijd is het meest mooie wat er ooit is gegeven als geschenk, het meest kostbare, het meest waardevolle, maar tegelijkertijd is het toch een beetje vies.
Dus als je snapt wat ik bedoel, dat je bloed en dat je daarmee besmeurd bent, maar het is net zijn bloed dat ons net vrijmaakt, dat ons net zuivert van zonde, dat ons bevrijdt van de dood. Heel raar ding. En ik denk dat we heel vaak op zoek zijn naar vergankelijke dingen. Dat we heel vaak met onze ogen kijken naar wat ziet er aan de buitenkant waardevol uit. Toen ik kind was, dan hadden we altijd de gewoonte om, of mijn ouders deden dat toch, er werden cadeautjes gegeven met kerst. Ik denk dat er nog ongetwijfeld mensen zijn die dat hebben, de traditie om iets van een cadeautje te geven. En als kind vond ik het niks fijner dan als die cadeautjes dan onder de kerstboom lagen en mijn mama schreef altijd op een mooi kaartje voor wie het cadeautje was, dan naar dat cadeautje gaan en al op voorhand een keer gaan inspecteren wat je zou gaan krijgen. Zijn er nog mensen die dat durfden? Ja, die zoals een keer dat cadeautje gingen horen van wat zit er hierin? En je begon al wild te dromen van wat er zou kunnen inzitten. Oh ja, zouden ze nu dat gekocht hebben van mij? Dat wil ik zo graag. En oh, de teleurstelling als je zo'n heel klein cadeautje maar had liggen. En je zussen die hadden zo'n megadoos. Oh, zo'n klein cadeautje, allee. En zo, denk ik, kijken we heel vaak naar onze omgeving en onze situaties. We kijken naar de verpakking, we kijken naar de buitenkant. En het straffe is, mensen, we doen het cadeautje open en wat doen we met die verpakking? We gooien het weg. Het heeft geen waarde. En toch, voor onze ogen, is vaak hoe dat cadeautje is gemaakt, groot, klein, indrukwekkend ingepakt, dat je denkt, wow, dit wordt het cadeau, het beste cadeau dat ik ooit heb gekregen. Terwijl, onze ogen bedriegen ons, het zegt niks. Het gaat natuurlijk over wat in dat cadeautje zit, dat echt waarde heeft. En ik hoop dat we met deze boodschap onze ogen kunnen openen en een beetje voorbij de verpakking kunnen kijken, als het ware. Wat zit er achter de kerstboom? Wat zit er achter de lichtjes? Waar gaat het echt om? En we willen kijken naar Jezus. En dan denk ik ook dat de eerste stap die we moeten nemen, is we moeten voorbij de verpakking gaan leren kijken. Wie het met eigen ogen wil zien, moet voorbij de verpakking leren kijken. Ik denk de priesters in de tempel op dat moment, als baby Jezus daar werd aangebracht, als eerstgeborene toegewijd, zoals de traditie het voorschreef, volgens mij konden ze totaal niet weten wie hij zou zijn potentieel. Omwille van de povere twee duiven die Jozef en Maria brachten als offer. Het leek helemaal niet waardevol, het leek helemaal niet speciaal. Het leek helemaal niks buitengewoons daar plaats te vinden. En toch gebeurt het dat wanneer ze in die tempel zijn, iemand naar die tempel komt, en we gaan er nu over lezen, die toch voorbij de verpakking lijkt te kunnen kijken. Dan staat er in vers 25, er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een rechtvaardig en vroom man, die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken en de Heilige Geest rustte op hem. Het was hem door de Heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias van de Heer zou hebben gezien. We krijgen hier een soort van geloofsheld te zien, Simeon noemt hij. Hij woont in Jeruzalem en er staat dat Gods Geest op hem rust. Ik denk dat hij een ongelooflijke, mooie relatie had met God. Er staat dat hij rechtvaardig is, dat wil zeggen dat hij leefde volgens de wetten van God, volgens God zijn principes. En er staat dat hij vroom is. Ik denk dat wij dat misschien snel associëren met godsdienstig en vooral aan je buitenkant heel godsdienstig overkomen, maar eigenlijk staat daar onverzettelijk. Namelijk dat hij altijd alles zou doen in functie van wat God belangrijk vond. Onverzettelijk. Dag in, dag uit was hij bezig met het leven voor God. En we weten, zegt Lucas, dat hij uitkeek naar de dag dat God troost zou brengen aan zijn volk. Hij keek uit naar de dag dat God zou ingrijpen in de situatie waar hij en zijn volk in leefden. En het was zo dat zij leefden in een bezetting. Namelijk, de Romeinen waren daar gekomen, waren de baas geworden over hen. En het ging niet zo goed met het Joodse volk. Het ging op veel vlakken niet goed. Ze hadden een bezetter. Het was bij veel mensen een probleem met financiën. Namelijk, ze hadden die Romeinen aan wie ze belasting moesten betalen. Ze hadden een koning die de hele tijd belastingen aan het innen was. Het ging waarschijnlijk financieel niet zo echt goed aan. En dan had je nog eens wat ik zou noemen het religieus probleem. Er is een gigantische afstand ontstaan tussen hen en God. Voor 400 jaar lang leek God stil te zijn naar zijn volk. Hadden ze geen profeet meer gehad, hadden ze geen woord meer ontvangen, leek het volledig stil. En daarin komt dan een zekere Simeon en die krijgt van God te horen dat hij met zijn eigen ogen de Messias te zien zou krijgen vooraleer hij zou sterven. Ik moet een beetje denken aan Richard Williams.
aan die man die ervan overtuigd was dat hij zijn dochters zou zien kampioenschappen zien winnen. Zo moet Simeon ook wel een beetje zijn geweest. God heeft tegen mij gesproken, ik zal de Messias gaan zien. Maar het is niet omdat er gezegd is dat dat ook zo makkelijk te geloven is. Als hij gekeken heeft naar zijn situatie, hoe dat hier rondom hem was, de bezetting, de financiële problemen, de religieuze vervreemding van God, geloofde hij dat dan ook echt? En ik denk dat Simeon er echt van overtuigd was, ik ga dat meemaken, ik ga het te zien krijgen. En ik vind dat heel herkenbaar voor hoe dat wij vandaag leven. Het is precies alsof we nog altijd leven als 2000 jaar geleden. Dat we ergens wel geloven wat God heeft gedaan voor ons, maar dat we zo precies moeite hebben met geloven. Gaan we met onze eigen ogen God zien, deze wereld rechtvaardig maken? Gaan we God zien ingrijpen in deze gebrokenheid? In deze armoede, in de oorlogen, in de ziekte, gaan we dat met onze eigen ogen zien veranderen. Dat God troost brengt aan de mensen die gebroken zijn, aan de mensen die gekwetst zijn. Niet makkelijk. Niet makkelijk om daarin uit te gaan stappen. Maar Simeon deed het wel als het ware. Want hij geloofde dat God dat echt zou gaan doen. En Gods woord zegt het ook. Jesaja zegt het volgende. Troost, troost mijn volk, zegt jullie God. Spreek Jeruzalem moed in. Maak haar bekend dat haar slavendienst voorbij is. Dat haar schuld is voldaan. Omdat ze een dubbele straf voor haar zonde uit de hand van de Heer heeft ontvangen. Gods volk is in het verleden gestraft geweest, heeft daar een prijs betaald, zou je kunnen zeggen. Maar God sprak toen al in het Oude Testament. Ik kom jullie troosten. Ik kom verandering brengen in jullie situatie. Ik geloof dat onze verwachting maar zo groot is als de noden die we zien rondom ons. Ik denk heel vaak is de fout die we maken als gelovigen is, we bidden tot God voor problemen, voor noden. En knap als je ook bidt voor mensen, of voor noden die niet jouw noden zijn, echt supergoed. Maar ik denk heel vaak stopt het daar. Je ziet dat de nood vervuld is, de situatie is veranderd en je zegt van, ah ja, oké, het is gebeurd, het is in orde, we kunnen verder gaan. En op dat moment stoppen we eigenlijk met te zien dat er nog altijd noden zijn om ons heen. Misschien niet meer in jouw leven, maar ongetwijfeld wel in een situatie om je heen. Denk de oorlog in Israël en Palestina bijvoorbeeld, Oekraïne is ook zo'n voorbeeld. Mensen die door moeilijkheden gaan, mensen die in armoede leven, zijn allemaal situaties die er blijven. Die gaan niet ineens weg. En de vraag is, willen we die situaties blijven zien? Willen we die noden blijven zien? Want zolang we die noden zien, gaat onze verwachting ook sterk blijven dat God iets zal gaan doen, dat God zal troost brengen. We gaan verder lezen. Dan staat er, gedreven door geest kwam hij, Simeon, naar de tempel en toen Jezus' ouders zijn kind daar binnenbrachten om met hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is, nam het in zijn armen en loofde hij God met de woorden, nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heen gaan zoals u hebt beloofd. Want met eigen ogen heb ik de redding gezien die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken. Een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eerst strekt van Israël uw volk. Tot daar. Goed, er staat hier in vers 27, gedreven door geest. Simeon die leefde echt heel dicht bij God, zouden we kunnen concluderen. En het is Gods geest die hem eigenlijk stuurt richting de tempel. En hij komt in die tempel op het moment dat Jozef en Maria daar het offer aan het brengen zijn met Jezus. En ik vind dat zo mooi, dat het is Gods geest, met andere woorden, die heel vaak ook in onze levens een nieuw soort perspectief brengt, iets in beweging brengt. We zien dat heel vaak terugkomen in het evangelie van Lucas, dat altijd Gods geest is die iets die mensen ergens naartoe stuurt, maar ook die ook je blik opent naar wat er potentieel aan het veranderen is. En ik vraag me af, hoe komt het nu dat deze Simeon, toen hij in de tempel kwam, kon zien dat deze baby niet gewoon een baby was, zoals er zoveel waren, maar hij kon zien, dit is de Messias. En waarom konden al die andere mensen daar dat dan niet zien? Gods geest opent met andere woorden het perspectief op de dingen die wij zien. En dan gebeurt er iets heel moois, vind ik, een heel mooi beeld. Simeon pakt Jezus in zijn armen. Hij pakt hem vast. En ik moet een beetje denken aan de allereerste keer dat ik Otis mocht vasthouden als papa. Dat is zo geweldig. Je kind mogen vasthouden in je armen en daarna kijken.
Geweldig gevoel. En ik stel me dan voor, hoe moet Simeon zich gevoeld hebben? Na al die jaren wachten op die belofte van God. En dat hij eindelijk dan die baby mocht dragen, mocht vasthouden. En mocht zien dat God inderdaad troost zou gaan brengen. En dan zegt hij, nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heen gaan. Zoals u hebt beloofd, want met eigen ogen heb ik de redding gezien. Wauw, zo krachtig, zo mooi wat Simeon hier zegt. Het derde punt is, kijk met open ogen naar de toekomst, laat het verleden los. Ik denk dat we hier iets uit kunnen leren, als het ware. Ik denk heel vaak, ligt het niet zozeer aan het feit dat we verwachtingsvol zijn naar God toe. We zijn verwachtingsvol, we verwachten God in situaties om iets te gaan doen. Maar ik denk dat we heel vaak met het probleem worstelen dat we blijven hangen in het verleden. We hebben iets meegemaakt, iets dat ons heeft pijn gedaan, en je verwacht dat God daar een verandering in brengt, maar tegelijkertijd kan je precies die pijn van het verleden niet loslaten. Is dat herkenbaar, wat ik zeg? Ja? Dat je het gevoel hebt van, ik verwacht dat God iets gaat doen in mijn situatie, en tegelijkertijd hou je precies vast aan de pijn, hou je precies vast aan het onrecht dat misschien jou is aangedaan. En Simeon zien we hier in dit verhaal binnenkomen in die tempel, gedreven door Gods geest, en hij ziet als het ware die baby, hij pakt die vast, en dan zegt hij, wanneer hij de baby heeft vastgepakt, laat nu uw dienaar in vrede heen gaan. En misschien denk je, ja, Simeon is klaar om dood te vallen. Simeon is klaar om te sterven, want hij wil in vrede heen gaan. Maar eigenlijk staat dat er niet. In vrede heen gaan, zo is het hier vertaald, maar als we gaan kijken wat in het Grieks origineel staat, dan staat er dit woordje, apollo, en dat betekent loslaten, vrijlaten. Hij zegt eigenlijk, Heer, laat me los wat al die tijd op mij heeft gewogen, het onrecht, wat ik heb gezien, de gebrokenheid waarin ik heb geleefd. En eigenlijk, met het omarmen van Jezus zegt hij, ik ben klaar om uit te stappen in het nieuwe dat u hebt gebracht, in dit nieuw leven dat u voor ons hebt gebracht. Ik ben klaar om uit te stappen in uw troost, in de vernieuwing die u brengt doordat uw Messias naar de aarde is gekomen. Het zou wel raar zijn, denk ik, op het moment dat je eindelijk die belofte in vervulling ziet waar je zegt, ja, nu heb ik alles gezien, nu kan ik gaan. Ik zou willen blijven. Ik zou die baby bijna gaan stalken. Allee, snap je wat ik bedoel? Van, je wil het toch allemaal nog verder zien gebeuren? Het is toch niet omdat je het vast... Ah ja, dat was het. Dank u wel. Nee, het gaat echt over het kunnen loslaten wat in het verleden jou heeft geraakt en kunnen met open ogen die toekomst instappen en vol geloof zeggen, ik heb het ervaren, ik heb het gezien, ik heb hem vastgehouden. Ik weet, Gods redding is een realiteit. Hier en nu. Het verandert volledig mijn perspectief. Het verandert volledig wie ik ben. Dan staat er in vers 33, zijn vader en moeder waren verbaasd over wat er over hem werd gezegd. Simeon zegende hen en zei tegen Maria, zijn moeder, weet wel dat velen in Israël vanwege hem ten val zullen komen of juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat weersproken wordt. En zelf zult u als door een zwaard doorstoken worden, zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen. Aan de ene kant is het heel mooi, maar tegelijkertijd hangt er ook al een heel hard gewicht aan wat Simeon zegt tegen Maria en Jozef. Dat deze persoon, dat dit babytje, deze mens, deze Messias, zal ofwel mensen laten opstaan, of net mensen te val laten brengen. Met andere woorden, ofwel omarm je Jezus en aanvaard je wie hij is voor jouw leven, ofwel verwerp je hem. Ofwel zeg je, nee, ik moet er niks van weten. Opstaan of komt een val. Het zal een teken zijn dat weersproken wordt. Omarmen we Jezus of bieden we weerstand? En dan zegt hij tegen Maria, u zult zelf als door een zwaard doorstoken worden. Een beeldspraak die ons eigenlijk al laat vooruitblikken naar het kruis. Maria stond aan het kruis toen Jezus werd gekruisigd. Het moet ongelooflijke pijn zijn geweest. En helemaal aan het begin van het verhaal wordt al meegegeven van, het is niet alleen feest hier en nu, het zal ook zwaar zijn. Waar hij naartoe moet gaan als Messias is niet iets makkelijks. Is iets hards, is iets zwaars. Puntje 4. Onze redding wordt zichtbaar wanneer we Jezus omarmen. Dat is mijn vierde punt. Ik denk dat we
moeten beseffen dat we kunnen praten over wie Jezus is en we kunnen daar heel diepe en leuke gesprekken over hebben, maar er is een verandering in de realiteit, geloof ik, wanneer je Jezus omarmt als jouw redder of als je praat over wie Jezus is. Het zijn twee verschillende dingen. Ik denk dat heel vaak mensen praten over wie Jezus is, maar ze eigenlijk niet doen wat Simeon deed, namelijk vastpakken wie Jezus is, het accepteren dat hij jouw redder is. En dan gaat jouw perspectief op wie hij is volledig veranderen. Als je Jezus omarmt, in zijn redding uitstapt, verandert dat alles voor jouw leven. En toch, heel vaak merk ik in gesprekken met mensen dat er een weerstand komt als het over Jezus gaat. Ja, maar Jezus kan toch niet dit of dat voor mij doen, denken mensen dan. Omarmen we Jezus of bieden we weerstand? Simeon had het al gezegd toen hij nog baby was. Onze redding wordt zichtbaar wanneer we Jezus omarmen. Als we die baby met andere woorden vast hebben in onze arm en daarnaar kijken, kunnen we al zien de realiteit die misschien nog niet 100% doorbreekt op dit moment, maar zien we wel al dat het in orde komt met ons. Dat Gods redding doorgaat van dag op dag. En dan lezen we vanaf vers 36 dat er nog een tweede persoon is. Ik denk dat Maria en Jozef daar moeten gestaan hebben met een mond vol tanden. Niet meer weten wat te zeggen na Simeon zou worden. En God is nog niet klaar. Hij stuurt een volgende persoon. Dan staat er, er was er ook een profetes, Hanna, de dochter van Fanuel uit de stam van Asser. En ze was hoogbejaard. Vanaf haar huwbare leeftijd had ze 7 jaar met haar man geleefd. En ze was nu al 84 jaar weduwe. Ze was altijd in de tempel waar ze God dag en nacht diende met vasten en bidden. En op dat moment kwam ze naar hen toe, bracht hulde aan God en sprak over het kind met alle die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem. Ik vind het zo mooi hoe dat verhaal gaat. Niks is toeval. Jozef en Maria komen daartoe. God beweegt Simeon naar die tempel, maar ook Hanna, die daar ook altijd is, die daar al 84 jaar dag in dag uit in die tempel zit, God te aanbidden, te vast, te leven voor hem. Ook die vrouw, haar ogen gaan open op het moment dat zij Jezus ziet met Jozef en Maria. Zij ook gaat hulde brengen aan de Messias. Aan God die mens is geworden. En ook zij keek uit naar de dag dat Jeruzalem bevrijd zou worden. De dag dat God troost zou gaan bieden aan zijn volk. Twee geloofshelden, Simeon en Hanna, die met hun eigen ogen de Messias mochten zien. In een situatie waar er misschien niks te zien zou zijn geweest voor ons. Niemand anders had door, dit is God die mens is geworden. Dit is onze redding. Niemand anders zag het met eigen ogen. Maar deze twee geloofshelden, zij zagen het wel. En als we kijken naar Hanna, dan zien we dat zij dag in, dag uit bezig was met vasten en bidden. Dit is echt een geloofsheld. Dit is echt een powervrouw, zou ik ze noemen. Die heel dicht bij God leeft. We kunnen, denk ik, van haar leren dat ook wij eigenlijk niet vaak vanuit onszelf, met onze eigen ogen, de realiteit zien wat God aan het doen is in ons leven, in andere mensen hun leven. Maar dat we dat vaak wel kunnen zien als we uitstappen in gebed. Als we ervoor kiezen om dicht bij God te gaan staan. Te kiezen om dag in dag uit, misschien niet 24 uur aan een stuk, maar toch de keuze te maken, want ik wil dicht bij God leven. Ik wil zien, God, wat u aan het doen bent. Ik wil op die eerste rij komen zitten en zien wat u op dit moment aan het doen bent. Dat verlangen, die goesting. Misschien denk je wel van, ja, maar ja, Simeon en Hanna, die konden dat zien omdat ze altijd trouw aan het bidden waren. Weet je, God beloont mensen die altijd maar bidden. Als je vaak bidt en als je vaak doet wat God zegt, dan krijg je dat gewoon cadeau. Van bam, voilà, jij mag nu getuige zijn. Ik denk niet dat het zo is. Ik denk dat het omgekeerd is. Omdat ze een grote verwachting hadden voor wat God zou gaan doen, gingen ze bidden, gingen ze dicht bij God staan en veranderde God hun perspectief op de dingen waardoor ze wel met hun eigen ogen konden zien. Wat voor gewone mensenogen totaal niet speciaal was, totaal niet uitzonderlijk was. Jezus, de Messias. Gebed is de sleutel om Gods redding te kunnen zien. Ook hier en nu nog voor ons vandaag. We bidden niet alleen als onze noden worden ingevuld zoals wij dat graag hebben. Natuurlijk doet God dat ook wel. Maar we hebben gebed nodig om met andere ogen te kunnen kijken naar onze realiteit. En om te kunnen zien dat God ook hier vandaag nog in onze leven, in onze omgeving, nog altijd redding
realiteit laat worden in mensen hun leven. Weet je, ik wil op de eerste rij komen zitten. Ik wil zien wat God aan het doen is. Dat is, denk ik, wat mijn ogen willen zien. En ik ben er bewust van dat mijn ogen vaak naar de verpakking kijken, toch? Dat mijn ogen net missen wat echt waarde heeft. En daarom heb ik God zijn perspectief nodig op die dingen. En gebed helpt mij daarin. Gebed brengt mij dichter bij het zien van God zijn redding. Toen Simeon daar stond met Jezus, toen hij die belofte vervulling zag worden met zijn eigen ogen, dan denk ik dat hij is moeten gaan vieren, dat hij weken nog aan een stuk feest heeft gemaakt, misschien tot op het laatste moment van zijn leven, dol enthousiast moet zijn geweest, omdat hij God had zien bewegen als zijn redder. Juich, zegt Jesaja, hemel, jubel, aarde, bergen, breek uit in gejuich. De Heer heeft zijn volk getroost. Hij heeft zich over de armen ontfermd. Wij mogen vandaag naar kerst gaan, binnen 2 weken, met open ogen, verwachtingsvol voor wat God gaat doen. Bij mensen die misschien hier voor de eerste keer komen, God niet persoonlijk kennen, niet weten wie Jezus is, en mogen zien hoe zij voor misschien voor de eerste keer Jezus mogen omarmen, mogen vastpakken en met eigen ogen mogen ontdekken wat het wil zeggen om God te kennen als jouw redder. Hoe geweldig is dat, toch? Ik wil jullie graag op dit moment uitnodigen om te gaan staan met mij en om samen in gebed te komen bij God. Je mag gaan staan. En ik ga een moment hebben waarin ik het gewoon stil ga maken. En ik wil je vragen om even bij God te komen. En om aan God te vragen om jouw ogen te openen voor wat Hij aan het doen is op dit moment. Je mag je ogen sluiten. Maak je hoofd even leeg. En vraag aan God op dit moment. God, wilt u mijn ogen openen? Voor wat u aan het doen bent op dit moment. In ons midden. In mijn omgeving waar ik ben. Heer, dat mijn eigen ogen u kunnen aan het werk zien als redder. Heer, leer ons om voorbij de verpakking te kijken. Laat ons niet de fout maken om alleen af te gaan om aan de buitenkant wat we zien gebeuren bij mensen in situaties, Heer. Maar leer ons om met onze ogen te kijken voorbij verpakking. Naar wat echt waardevol is. Dat we gefocust mogen zijn op wie u bent en wat u doet. En Heer, we zijn verwachtingsvol. We geloven dat u nog steeds vandaag mensenlevens redt. Dat u nog steeds vernieuwing brengt en mensen hun perspectief. Heer, dit is ons gebed deze ochtend. We willen met onze eigen ogen u aan het werk zien als onze redder. 2000 jaar geleden, maar ook hier en nu vandaag. Heer, dank u wel dat u mens werd. Dat u naar deze aarde kwam. Dat u zichtbaar werd, tastbaar werd. En dat u stierf voor ons allemaal. Dat wij mogen deel hebben aan een relatie met u. Heer, wij zijn zo dankbaar, wij zijn zo blij, wij zijn zo enthousiast. Dat we in een leven mogen staan waarin we weten, het komt goed. Het is volbracht. Dank u, Jezus. We willen u groot maken, we willen u aanbidden, we willen u alle eer geven. Dank u wel. In Jezus' naam. Amen.